Meer, ik heb zoveel in dezelfde kleur. Echt? Ik hoop. Je mag niet alles in één keer. Nee, maar ik hoop ook dat eigenlijk bijna niks goed zit, want anders heb ik echt een probleem. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Oh jongens, ik heb weer niet gekeken wat de dag is. 22 augustus. Sorry dat ik jullie dit slaaphoofd aandoe, maar ik open hem nu alvast gewoon. Vandaag ga ik weer naar de Primark, ik weet het. En ik twijfelde of ik wel zou vloggen of niet. Maar toen werd ik wakker en toen las ik reacties onder filmpjes bij YouTube van ik heb ontwenningsverschijnselen, wanneer ga je weer vloggen? En toen dacht ik, oké. Ze hebben gelijk. Ik had namelijk heel vaak achter elkaar gevlogd door de kermis en toen weer even een tijdje niet. Over de plastisch chirurg. Ik durf niet te bellen. Ze hebben nog steeds niet teruggebeld. Even ter herinnering. Een week geleden op maandag zouden ze mij bellen. Toen heb ik hun gebeld. Werden ze boos. Tenminste die vrouw. Gelukkig heb ik een voor- en een achternaam. Dus ik ga morgen weer terugbellen. Niet vandaag, want ik heb dat als ik dan geen reactie krijg, verziekt het gelijk mijn hele dag. Dan ben ik aangekomen in de vakantie. En nou is het niet gelijk dat ik weer 74 kilo ben. Er is 1,5 kilo aan van de 10 kilo die ik was afgevallen. Ik wil eigenlijk gewoon weer terug richting die 65, 64. En dat gaat ook gebeuren hoor. Alleen als je niet werkt, is dat een beetje lastig. Ik ga namelijk om 2:30 gemiddeld slapen. En ik word gemiddeld om 11 uur 's ochtends wakker. Dus mijn hele eetschema ligt eruit. Maar ja, ik heb alweer lang genoeg gekletst. Ik zie jullie zo als ik er weer wat beter uitzie. Ready. Ik heb een keertje weer iets anders aangedaan. Dit hangt al heel lang in mijn kast. En ik zag een foto op Insta en toen dacht ik, hey, dat is wel leuk. Dus die doe ik aan met een leren topje. En ik heb altijd dezelfde oorbellen in. En toen dacht ik, weet je wat? Ik doe een keertje deze weer in. Dat is eigenlijk hartstikke leuk. Dus dit is mijn outfit. Dit geef ik aan Mirna. Hoe ga ik dit meenemen? Oh jongens. Het is eigenlijk veel warmer dan ik dacht. Maar ja. Ik wil eigenlijk heel graag een AliExpress shoplog opnemen. Maar ik wacht nog op één heel belangrijk item. En dat wil ik eigenlijk wel heel graag daarin laten zien. Je hebt tegenwoordig van die wimpers met magneetjes eraan. Nou, die heb ik 3 weken geleden besteld. Ik had eigenlijk gehoopt dat ze al binnen zouden zijn. Maar ik wil wel dat die erin zitten. Ik wacht tot ze binnen zijn en dan ga ik opnemen. Maar nu ga ik naar Mirna. Ik hoop. Je mag niet alles in één keer. Nee, maar ik hoop ook dat eigenlijk bijna niks goed zit. Want anders heb ik echt een probleem. Vet goed geslaagd bij de New Yorker. En ik ga nu wat dingetjes passen bij de H&M. Deze. Deze. En deze. We zijn weer bij de volgende winkel. Bij de Cool Kids. Nou, bij de Cool Kids is niks geworden. We gaan nu betalen. Ik ben erg benieuwd. Want in Zaandam is het namelijk ontzettend duur. Nou, wat is dit nou weer? Doe hem toch goed om erin. Het is zo erg, het mag niet. 13 euro. Hadden we al verwacht. Ja. 5 uur parkeren is 13 euro. Ik vind het wel heel duur hoor. Dus. Ik heb heel veel dingen. Dus ik zit eraan te denken om een aparte shoplog op te nemen. Dus laat even weten of jullie dat leuk vinden. We gaan nu naar huis en het is bloedheet hier. Het is echt bloedheet hier. Eerst moeten we tanken. Dan moet ik Mirna afzetten. En dan... Een eitje. Ik ben thuis, maar ik durf niet zo goed hard te praten, want Sven ligt al op bed. Na het shoppen ben ik naar mijn moeder gegaan en naar Liesbeth. Daar heb ik gegeten
Het is nu 9:50. Nou ja, Sven's wekker die gaat altijd om 5 uur. Dus ja, die ligt al op bed. En hij was ook heel moe, zei hij. Ik heb best wel veel gekocht. Vooral bij de New Yorker. Een paar dingetjes bij de Primark. En 1 dingetje bij de H&M. Mochten jullie het dus leuk vinden dat ik daar een shoplog van maak, laat het even weten in de reacties hieronder. Of geef even heel veel duimpjes omhoog. Dan weet ik genoeg. Als ik daar geen reacties op krijg, dan ja, ga ik het ook niet doen. En Mango, hij vindt het ook. Ja, heb ik verder nog wat? Een tip van de dag. Niet krabben als je plekjes hebt, want het wordt alleen maar erger. Oh, ik haat mezelf. Hou eens op. Ja, Sven wordt wakker. Mango. Oh, beesten. Hij heeft honger. Tel anders even aan alle mensen hoeveel honger je hebt. Oh, ze zien je niet, want je bent zwart. In ieder geval, ik ga hem afsluiten. Volgens mij heb ik echt, stond ik helemaal verkeerd in het licht. Ik ga hem afsluiten. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ook al heb ik weer geshopt. Maar ja, hè? Dat is nou helemaal wat ik gedaan heb. Ik heb nog precies 1 week vakantie. Over 1 week heb ik mijn eerste werkdag gehad. Dan moet ik de klas en alles op orde gaan maken. Ik heb geen idee in hoeverre ik dat allemaal kan gaan vloggen. Want ik weet niet hoe mijn collega's erin staan. Maar we gaan het meemaken. Voor nu bedankt voor het kijken. En tot de volgende vlog. Of extra video. Let me know. Doeg!